Het driedaagse literatuurfestival van de schrijversgroep 77 en de subcommissie Kitty Kotti van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023 is gisteravond afgesloten. Silva Kumar, ondervoorzitter van de schrijversgroep 77, zegt dat het heel traject mooi is verlopen. Echter vindt ze het jammer dat het festival met als thema Eenheid is kracht weinig publiek heeft getrokken. Slechts op de eerste en laatste dag waren er meer mensen. Volgens Kumar zal een evaluatie moeten uitwijzen wat de oorzaak hiervan is geweest. We zitten nu eventjes nog te brainstormen, kijken van waar kan het aan liggen. Of is men bang, weet je, de drempel van een lezing en een discussie. Maar we moeten daarover nog eventjes evalueren om te kijken waar lag het aan. En mensen vragen waarom ben je niet geweest, vooral onze stoomvoetels, weet je, voor onze themaavonden. Eventjes vragen hoe dat komt. Op het festival is via schoolbezoeken, lezingen, een boekenfair en poëzie de Surinaamse woordkunst gevierd. De Surinaamse diversiteit was een belangrijk onderdeel van de festiviteiten. Kumar blikt ondanks de uitdagingen positief terug en tevreden dat de organisatie een dergelijk festival weer heeft kunnen organiseren. En dat fondsen beschikbaar gesteld zijn door onze overheid om dit te kunnen doen. We hopen dat we dan eigenlijk in de toekomst ook weer op deze manier fondsen kunnen werven en weer een festival kunnen organiseren. En misschien een andere locatie kiezen of diverse locaties, want in het verleden zijn er ook literaire festivals georganiseerd. Maar er waren er diverse locaties waardoor men, en diverse tijden, waardoor men dus een beetje vrijer was om te gaan naar de verschillende plekken. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een groter budget nodig. Dus misschien dat er een groter budget komt en we dat kunnen doen. Het ligt in de bedoeling om in 2025 weer een literatuurfestival te organiseren. Van Sintje McLeod kwam een voorstel om dan het huis van Elisabeth Samson, dat al gerenoveerd zal zijn, te gebruiken voor het volgende festival. Gezien de ligging en het verhaal achter dit huis, hoopt Kumar dat dit idee werkelijkheid kan worden.